Max, gefeliciteerd man. De volgende ronde van de Youth League. Wat een wedstrijd. Ja, zeker. U zegt het mooi. We beginnen goed. De focus is er en we komen snel op 1-0 voorsprong. Daarna komen we snel op 2-0 voorsprong. Focus blijft goed. En het laatste kwartiertje zakt het iets weer weg. Dan gaan we de rust in met 2-0 voorsprong. En dan, wat u zegt, is een mooie wedstrijd. En we komen goed uit de rust. Een paar kansjes gehad en we komen dan op 3-0 voorsprong. En dan krijgen ze nog een rode kaart. Dan is het gewoon de wedstrijd uit. Toen was het wel klaar. Ja, toen was het zeker klaar, ja. Maar jij zegt, we kwamen snel op voorsprong. Met snel, binnen 4 minuten. Die 1-0, hij zat er heel snel in. Was dat ook de opdracht van vandaag? Dat was niet zeker gewoon de opdracht voor vandaag. Maar het is altijd lekker om naar een snelle voorsprong op pad te gaan. Zeg maar naar meer goals. Maar ja, na 4 minuten zat hij erin en lekker. Dat was een schot van Jaden. Je stond op de goede plek. Was dat een beetje geluk of dacht je, hij kon nog wel eens terugkomen? Ik denk dat het gewoon een kwaliteit van mij is om op de goede plek te staan. En daarvoor ben je een spits en dan sta je daar. En dan moet hij er alleen nog in en hij ging erin. Zoals je vervolgens zelf omschrijft, maak je dan de 2-0. Dan ga je richting de rust. Dan heb je wel een hele comfortabele voorsprong waarmee je richting die tegen gaat. Wat zeg je dan in de rust tegen elkaar? Zeker, we gingen met de 2-0 voorsprong de rust in. En dan is het juist het moment in de kleedkamer om te zeggen tegen de boys van oké, nu dat we de focus moeten houden. Want soms heb je ook momenten dat je met 2-0 de rust in gaat en dat je heel slecht uit de rust komt. Ja. En dat je al denkt dat je hebt gewonnen. Maar dat is juist, we hebben juist tegen elkaar gezegd, oké, het staat nog 0-0. We moeten gewoon scherper zijn als de eerste helft. En ja, op een manier was het niet helemaal als de eerste helft. Want de eerste 10 minuten was het even overleven. Maar daarna zijn we weer onszelf gebleven en ging het de goede kant op. Ja, ze hadden toen een paar kleine mogelijkheden, maar het viel best mee toch? Ja, zeker. 1 mogelijkheid dat ze op de paal schoten, dat hij weer terugkwam. Daar komen we goed weg, want als iedereen gaat, dan wordt het nog moeilijk. Maar we hebben het overleefd en als je ziet, hebben we een mooie overwinning gehad hier vandaag. Ja, je zegt mooie overwinning. 5 doelpunten. Je hebt hem al onder de arm, die wedstrijdbal. Je maakte 3, Max. Een mooie prestatie. Hoe voelt het om 3 te maken? Ja, fantastisch. Zeg maar als een jongen in een snoepwinkel, als het zo mag zeggen. Ja, de ruimtes lagen er naar de rode kaart en ik wou zo graag de derde maken. Ja. Jurre komt erdoor en ik schreeuwde tegen hem, hij moet hem terugleggen, want daar was de ruimte. Ja, ik schiet de derde er mooi in, zeg maar. Ja. Ja, wat voor gevoel gaf dat bij? Ja, een boost natuurlijk. Naar afgelopen vrijdag tegen VVV mocht ik er ook 2 in schieten. En dat je de wedstrijd daarna weer met 3 goals mag staan, ja, dat is lekker. Dat geeft je energie, ja. Wat zegt dat over hoe jij er nu in zit op dit moment? Ik zei al in een eerdere interview dat ik me weer de oude Max Meerdink voel. Dat ik weer fit ben en er komen nog meer goals aan. Ja. Ja. Dan moet je een keuze gaan maken, hè? Want 3 doelpunten op jouw naam. De eerste was die afvallende bal die erin schoot. De tweede was een prachtige paas van Lewis. En die derde goal die werd teruggelegd inderdaad met dat hakje. Welke zijn de mooiste? Ik denk als je specifiek naar een kwaliteit gaat kijken naar de spits eigen, zeg maar, dan is de tweede wel voor mij de mooiste goal. Want er zat aardig kwaliteit in de afwerking. En ik denk de tweede. Ja, hij kon ook niet harder in die hoek, hè? Nee, zeker niet. Maar hij moet er nog wel komen natuurlijk. Dus ik denk de tweede, ja. De volgende ronde is bereikt. Laatste 16 van de Youth League. Nog een voorkeur voor een club? Nee, zeker niet. Laat ze maar komen. Wij zijn ready. We hebben een goede groep staan. En de focus is gewoon daar. Dus we kunnen iedereen aan. Waar gaat die bal? De bal gaat op het kastje waar ik elke avond naartoe kan kijken, ja.